we worden buren. Nee! Oh nee, ik was het bijna vergeten. De kaartjes zijn er. Joepie! Wacht even. Ze zullen het goed met elkaar kunnen vinden. We beginnen met roze. Mijn nagels zijn bijna klaar. Het idee van een heel roze huis klinkt leuk. Deze nagellak zal genoeg zijn. Muren. Dak. Klaar. Meer licht. Wauw, mijn huis kan wel wat verf gebruiken. Ik heb een idee. Wit. Zo basic. Ik moet een oceaantraan toevoegen. Ik zit een beetje vast. Ik hou van sushi. Huh? Dat is vreed. Wauw, de verf heeft de kleur veranderd. Leuk. Ik bedoel, hoe verf ik de muren? Een staart? Slecht idee. Magie is de oplossing. Prachtig. Nu is mijn huis oceaanblauw. Laten we wat licht toevoegen. Schattig. Zo verf je huizen. Ga, vleermuizen. Help! Aan het werk. De vleermuizen hebben de klus geklaard. Licht. En de deuren. Een raam erbij. Gotisch glas in lood maakt het chic. Laten we het rood verven. Mijn huis is basic. Ik moet het decoreren. Ik weet het. Deze wasstrips moeten volstaan. Ik kan niet zeggen dat het fijn aanvoelt, maar ik heb niet veel keus. Ik heb veel schubben nodig. 1, 2, 3. Het prachtige dak was al dat harde werk waard. Wat kan ik nog meer toevoegen? Ik weet het. Een ster en een zeepaardje zullen me helpen. Magie van de oceaan. En zomaar heb ik de mooiste huisdecoratie. Wacht even, ik heb een deur nodig. Is er iets wat ik kan gebruiken? Een schelp. Wat een goed idee. Nee. Ja, de deur komt hier. Er komt een foto van mij boven de deur, zodat je meteen ziet wie de eigenaar is. Er gaat niets boven glitter. Het huis moet ook stralen. Zo mooi. Ken? Ja, inderdaad. Bloemen van Ken. Dank je, Ken. Je bent zo romantisch. Dag, ik moet gaan. Bloemen zijn de perfecte dakdecoratie. Ik bedoel, kan het beter dan dit? Ha, ik laat je zien hoe de echte decoratie eruit ziet. Ik hou van verrassingen. Waar zal het als eerste opkomen? Een spinnenweb. Waar haal ik het vandaan? Oh ja. Hey mam, lang niet gezien. Ik heb je gemist. De spinnenwebben zien er geweldig uit op het dak. Wat is het volgende? Een schedel? Hey man. Bam. De schattige stickers zullen leuk staan op de muur. Mijn huis is top. Huh, waanideeën. Hier is het schattigste huis. Hou op met ruzie maken. Hey iedereen, wiens huis is beter? Dat van Barbie, de Zeemeermin of de Vampier? Laat het weten in de comments. Mijn huis vraagt om iets speciaals. Natuurlijk. Een zwembad. Tijd om je om te kleden. Oh ja, een strandoutfit is mijn favoriet. Een kleine fotosessie om in de stemming te komen. Ah, wat is dat voor gerommel? Ongelooflijk. Wauw. Nog lager. Bedankt. Zeemeerminbezorging. Perfecte timing. Bezorging? Serieus? Niemand zei dat het tegen de regels was. Dat is gek. Een kwallenlantaarn om de gevel te verlichten. Wauw. Lumos. Doe de lichten uit. Ik sta in brand. Een paraplu beschermt me tegen de felle stralen terwijl de wolken de zon bedekken. Ik heb een veilige schuilplaats gemaakt. De tijd op het strand is verpest. Het is stom. Wauw, overal op het gazon staan bloemen. Fantastisch. Deze regen zal me goed doen. Ik heb altijd zeewiezaadjes bij me. Hier zullen ze uitkomen. Groei snel. Klaar. Het werd tijd dat de regen stopte. Ik ben doorweekt. Het is niet goed. Tijd voor een andere outfit. Oh ja. De tuintafel is er. Waar is de beker? Waar drink ik mijn punch uit? Zeemeermin, kan ik een beker lenen? Natuurlijk, alsjeblieft. Het is zo gul. Dit boeket is voor jou. Je verdoet je tijd. Mijn mojo is onweerstaanbaar. Het zal zeker mislukken. Ik heb niet te veel hoop. Hey iedereen, help me het hart van de zeemeermin te veroveren. Like de video. Een vlaggenmast zou de finishing touch zijn. Het zal de versieringen compleet maken. Zeemeermin, kijk! Zeemeermin, gaat ze echt koffie drinken met een vampier? Een spook! Hey! Snel, naar het huis. Het is veilig. Phew, wat is dat voor lawaai? De zeemeermin is terug. Hier en daar een spijker. Nu kun je het netwerk ophangen. De schelp komt aan de muur. Het plafond wordt versierd met zeewier. Lampen voor een gezellige sfeer. Phew, praten met geest is vermoeiend. Wat hulp kan nooit kwaad. Hey, spidermaatje. Als je je gedraagt, krijg je een enorme vlieg van me. Brave jongen. Ik moet misschien even rusten. Ik ben geobsedeerd door kauwgom. Ik zal kijken of ik een enorme bel kan blazen. Wauw, wat een makeover. Er is ook een spiegel. En er is een plek voor make-up. Dit is een plek voor een lippenstiftmachine. Hé hey, jullie, ik ken jullie nog wel. Grappige Harry, droevige Patrick, Martina de kletskous, versnipperde Bob. We zien elkaar snel weer, take care. Ik heb lichte ogen en een pluimstaart. Tijd om de kamer in te richten. Ik zet een tafel en een lamp in de hoek. Een heleboel leuke spulletjes. Mam, jij krijgt de mooiste plek. Het is snacktijd. Ik ga meteen door naar het toetje. Ik maak een schattige folielamp. De lichtreflectie is verblindend. Juist, ik heb een spiegel nodig. Een zeeschelpschaar. En wat zeemeerminmagie. Voilà, ik heb een spiegel. Een lamp erbij en een kaptafeltje. Dat heeft mijn huis veel gezelliger gemaakt. Nog één laatste detail en de huisdecoratie is compleet. Perfect, de kinderen kunnen elk moment komen. Ik maak me klaar en ga mijn dochter verwelkomen. De film was geweldig. dat was het echt. Wauw, de huizen zijn erg veranderd. Hé, schatje, hoe vind je het? Ik vind het fantastisch. Ik heb mijn best gedaan voor jou, Dracula Junior. Ga, het is zo leuk. De paraplu is fantastisch, dat geloof ik graag. Het toetje zal je verbaasd doen staan. Bedankt, het is goed zo. Je mist wat. Ah, geweldige grap, I love it. Kinderen, ik heb iets lekkers. Val aan. Ik val. Ik heb je. Kan het nog romantischer? Ik zal jou nooit laten vallen. Wauw, wat een show. Misschien een andere keer. Wees mijn moeder. Waarom niet? Hoe meer kinderen, hoe meer vreugd. Hier tekenen. En zomaar ben je mijn dochter. Ik doe mee. Oh. Wat dacht je daarvan? Nee, nee, niet doen. Auw. Pak aan. Daar ga je. Achteruit. Schat, zo is het genoeg. Hier, hij is je nieuwe vader. Hij is een vampier en ik ben een zeemeermin. We hebben altijd al een baby gewild. Ga je gang, teken maar. Willen jullie adopteren? Nou, nou. Jullie hebben 24 uur voor een makeover. Of ik haal het meisje weg. Nee, ik wil niet terug. We kunnen het wel aan. Tot over een dag. Lieverd, je hoeft je nergens zorgen over te maken. Zeemeermin makeover. Zeemeerminnen zijn schattig en mooi. Nee, vampier. Zo vader, zo mee. Ik heb een idee. Ik word een donkere zeemeermin. Goed, schat. Dat is een geweldige uitweg. Nou, ik ga er maar meteen mee aan de slag. We gebruiken gereedschap om van puistjes af te komen. Met een stofzuiger is het klusje zo geklaard. Wat warme wax verwijdert al het haar dat je wilt. Ah, ik ben bang. Klaar? Ga je gang. Wat wax op de bovenlip. En de wenkbrauwen. Het ergste is voorbij. Een verzachtend masker verwijdert de roodheid in een seconde. Oh, wow. Mijn lieveling. Zullen we je haar doen? Een nat doekje is echt fantastisch. Dat is veel vuil. Het haar is helemaal schoon en zijdeachtig. We moeten de kleur verzorgen. Hier, schat. Verdeel de kleurstof gelijkmatig. En voilà. Je bent fantastisch. Ziet het er goed uit? Geweldig. Lieverd, kom hier. Het bad is klaar. Ga erin. Nee, het is eng. De eendjes wachten. Kom maar. Nee. Maakt niet uit. Jij gaat met mij mee. Kieuwen, laat je sinus. Draai je om. Ik moet iets aan die handen doen. Schubben, laat je sinus. Dat is fantastisch. Er klopt nog iets niet. De oren zijn gewoon charmant. Ik wist dat je het leuk zou vinden een zeemeermin te zijn. Wauw, mama's make-up tas. Eens kijken wat we hebben. Rode lippenstift past bij mijn look. Blauwe glitters geven glamour aan mijn make-up. Roze oogschaduw accentueert mijn jukbeenderen. Hey! Vraag het voordat je mijn spullen gebruikt. Hier, laten we dit wegdoen. Veel beter. Waar heb je die enge make-up vandaan? Ja, hier is het, op Instagram. Echt niet, ik stel je wel. Een felle lippenstift en een borsteltje zijn een geweldige combo om Zeemeermin wenkbrauwen vorm te geven. Laten we het bovenste ooglid accentueren. Strooi rode glitter op de jukbeenderen. Een juicy lippenstift om de lippen te laten knallen. Klaar! Je bent een professional. Man, ik sterf van de honger. Je mag lunch eten. Ik weet wat ik moet doen. Mam, we hebben weinig tijd. Ik bel je terug. Geen zorgen, je staart zal niet van deze wereld zijn. Hij komt uit de nieuwste zeemerminnencollectie. Oh, wow. Dit is voor jou. Hij is prachtig. Oeps. Wacht even. Leo. Leo. Hier ben ik. We willen dolgraag een pedicure. Zet het aquarium klaar. Hoi. Geef me een hand. Druk op de like-knop. Het is gelukt. Bedankt. Klaar. Zo mooi. Er ontbreekt een stukje. Geweldig. Mam, je bent geweldig. Er ontbreekt iets. Hier is Ethan. Hij is een eerste klas onderwaterstylist. Goed zo, meisjes. Zwemmen. Dat is een killerkapsel. Ik weet het. We hebben een accessoire nodig. Vliegt sneller. Doei. Je gaat iedereen de adem benemen. Mijn prinses. Alles in orde. Klaar. Pas het maar. Wauw, je bent zo aardig. We hebben een kapsel, maar geen vleugels. Waar ben je zo verdrietig over? Geen vleugels. Oké dan, geef me even. Officier Leo zal je rijexamen afnemen. Laten we de vliegregels doornemen. Wat is dit voor bord? Vlieg over het obstakel aan de linkerkant. Je rijbewijs. Gefeliciteerd. Mijn trots en vreugde. Nu kun je vliegen. Kom op, ga ervoor. Ik doe mijn best. Wat dacht je hiervan? Vampierenpult. Bye bye. Harder. Laat mij het doen. Komt eraan. Gooi. Vampier! Rennen! Wat een schatje! Hey, hoe moet ik mijn nieuwe huisdier noemen? Laat het weten in de comments. Mama, laten we naar buiten gaan. Het is overblindend. We hebben een verrassing. Wat is dat? Dit is voor jou. Nu kunnen we naar buiten. De tijd is om. Nou, nou, laat maar zien. We hebben het gehaald. Oké. Het meisje is voor jullie. Joepie, mee, lieverd. Oeh, hier is mijn lunch. Wat is er aan de hand? Waarom huilt het? We lossen het thuis wel op. Ah, ik wil het niet. Ik weet niet wat ik moet eten. Schat, ik heb een verse lunch voor je. Wacht even, ik pak peper. Schat, mijn lieve meisje. Mijn ogen. Mama houdt van je. Ik heb weer een zonhallucinatie. Mijn lieve meisjes. Jake, rustig aan. Je verbeeldt je het. Meisjes, stop met vechten. Dat is verschrikkelijk. Dit is het, schatje. Kijk naar onze meisjes. Onze dochters zijn helemaal volwassen. Lief dagboek. Mijn grootste droom is om een knappe vampier te ontmoeten. Hoe gaat het met je zus? Geheimen? Mijn grootste verliefdheid. Ik zoek het tot op de bodem uit. Huh? Dit is mijn dagboek. Niet meer. Het is nu van mij. Laten we eens kijken wat je verbergt. Nee, nee, nee. Wil je daten met de knappe vampier? Waar is mijn bril? Ik kan niks zien. Daar. Je hebt waanideeën. Mijn dagboek. Geef het hier. Dit is privé. Kom het maar halen, damevis. Wat gebeurt er? Oeps, schatje, niet huilen. Britney heeft ongelijk. Ze lost het wel op. Hier is je dagboek. Zie je wel? Iemand een ijsje? Kom op. Ik doe mee. Wacht, wat? Nee. 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 Wie is daar? Kaya, kun jij de deur open doen? Oké. Wie is het? Oh nee, heilige kwal, hij is het. Mijn crush staat buiten. Adem, Kaya. Hey iedereen, druk op de like-knop zodat hij wegloopt. Ik smeek het jullie. Als hij me zo ziet, ga ik dood. Dat is veel. Oh, wauw, hij is vertrokken. Phew. Hey, Loserville. Ik ga naar een vampierenfeest. Wauw, mag ik mee? Nou, het is alleen voor vampiers. Doei, dat is niet eerlijk. Ik wil dolgraag naar een feestje. Weer een dag, weer een overstroming. Ik wil dolgraag naar het geweldige vampierenfeest, maar ze laten me niet binnen. Ik begrijp het. Wat moeten we doen? Ik heb een idee. Dit is mijn plan. Jij wordt een vampier. Ik? Jij bent mijn dochter. Ik kan je bijten. Super. Laten we een zeemeermin in een vampier veranderen. Ik ben er klaar voor. Leef je uit. Wat? Ben ik al een vampier? Waarom is het niet gelukt? Wat is het probleem? Ik ben nu een nerd. Schat, maak je geen zorgen. Neem wat bloed. Phew, de oude ik is terug. Een slokje? Nee. Arm ding. Schat, er schiet me een idee te binnen. Pak mijn make-up. Hier. Oeh, dit moet lukken. Wat is je punt? De makeover begint. Van een zeemeermin naar een vampier. Eerst gaan we je gezicht verzorgen. Zo. Goed reinigen. Oh jee, de spatel kan het redden. Het is een uitdaging. Phew. Mijn gezicht, wat is er mis mee? Oh, ik weet het. Hier is een vochtinbrengend masker. Eens kijken, veel beter. Oh ja, papa is het gelukt. Kijk eens in de spiegel. Ik kan het niet zien, weet je. Oh, juist, je bril. De gezichtsreiniging is klaar. Jippie! Hoe zit het met haar tanden? Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Hoektanden zijn de oplossing. We moeten van de beugel afkomen. Nee, Zou een magneet werken? Nee, nee, nee. Slecht idee. Kunnen we het eruit zagen? Nee, schat, hou op. Je bent moeilijk te plezieren. Geef me een minuutje. Het is goed, lieverd. Oma. Bedankt. Mijn nieuwe tanden zijn van topkwaliteit. Familie-erfstuk. De vampiertanden zijn klaar. Nu gaan we je ogen doen. Vampieren dragen geen bril. Wat is het volgende? We veranderen de kleur van je mooie ogen. Is het gelukt? Fantastisch. De ogen zijn klaar. En mijn haar dan? Oh, dit is een idee. Lach. Zo, een beetje bijwerken. Perfecte schedelomtrek. Oeps, schat, een kaal-effect is niet wat we zoeken. Begin opnieuw. Oké. Goed, je mag je haar hebben. Alsjeblieft, fantastisch. Dankjewel, pap. Uitstekend, het haar is gedaan. Mama's make-up. Tarantules haides. Je mag mijn make-up tasje niet meenemen zonder het te vragen. Hier zijn kwasten. En oogschaduw. Concealer, lippenstift, mascara. Het potlood. Ben ik al schattig? Je kunt beter uit de buurt van de spiegel blijven. We moeten het eraf wassen. Phew, je hebt een rolmodel nodig. Doe deze make-up na. Dus, is het goed? Fantastisch. De make-up is klaar. Hoe word ik een vampier met een staart? Jake! Met de staart kan ik alleen maar hupsen. En? Ziet het er goed uit? Nou, prima. Wat dacht je hiervan? Iedereen houdt van Wednesday. Er klopt iets niet. Oké, kom op, schatje. Wat vind je hiervan? Vind je het mooi, mam? Oh, het is perfect. Nu ben je een stijlvolle vampier. We moeten alleen nog een cape omdoen. Bedankt. En een vampiertiara. We hebben benen. Hey iedereen, laat in de comments weten voor welke feestoutfit jullie zouden gaan. De brutaliteit. Hey, dit is mijn plek. Hey, stop. Hoi. Wacht, die zullige zeemeermin? Hey, zullen we een stukje gaan wandelen? Hij was mijn vampier. Lastpak. Ze heeft haar cape laten liggen. Ik laat het vol met knoflook. Eeuw, knoflook stinkt. Aha, je ruikt het. Wat? Dat was mijn cape. Ze zat op mijn plek. Pap, mam, ik ga naar het feest. Ga toch weg. Ik ga mee. Waarom zo'n haast? Je kunt deze slippers niet dragen. Wat moet ik dan doen? Hier, mijn trouwschoenen. Wauw, die zijn mooi. Schatje. Ik los het wel op. Zo draag je hakken. Kijk en leer. Oké, ik begrijp het. Kijk uit. Houd je rug recht en ga. Laat het maar aan mij over. Zo doe je dat. Doe mij maar na. Ik begrijp de essentie. Dag schat. Succes. Dus, zullen we gaan? Hey! Prachtig. Wil je met mij naar het feest? Pardon? Ik heb geen uitnodiging. Huh? Dat is triest. Ik kan er niets aan doen. Wat? Ik kan er niets aan doen. Echt wel. Het is niet voorbestemd. Wie huilt er? Oké, hier is een uitnodiging. Je hebt het verdiend. Oh, bedankt. Ik heb een beter idee. Wat is het? We geven ons eigen vampierenfeest. In onze kamer. Ouders zijn uitgenodigd.